Wat is jullie mooiste herinnering aan Dusan Tadic? Nou, mijn mooiste herinnering was de goal tegen Real Madrid. Voor mij de wedstrijd tegen Real Madrid uit, dat vond ik prachtig. Hij was op die avond denk ik wel de beste speler op aarde. Ik kreeg kippenvelden van en het bloed stroomde sneller door mijn lichaam heen. Naar binnen aannemen, schieten, kruising. Dusan Tadic, mijn favoriete speler bij Ajax. We need to pak schaal. Pak schaal! Hij is sportief, hij is fit en hij is elegant. En hij heeft andere mensen beter laten spelen. En hoe hij het team bij elkaar brengt en ook elke keer als hij aan het juichen is. Dusan Tadic is gewoon een fantastisch goede speler en ik ben blij dat hij voor Ajax voetbalt. Mijn mooiste herinnering aan Dusan Tadic is de mens zoals hij is. Hij vermaakt het publiek. Als Ajax hem mist heb je een probleem. Het doelpunt tegen Dortmund afgelopen keer, voor hem misschien niet zo leuk dat hij met zijn kruis tegen de paal kwam, maar voor ons was het een... verlossing. You do everything for the goal. Mijn Tadic moment is eigenlijk elke week als ik hem op het veld zie lopen, omdat ik hem de meest aantrekkelijke voetballer van het hele elftal vind. Als er als ik ziet, moet ik toch zeggen dat het dus een Tadic moment was dat die Servië naar de VK schoot. Ik vond dat hij een fantastische voorzet had in de wedstrijd tegen Portugal. Dusan, van harte gefeliciteerd en nog provisie had met de kwalificatie. Van harte gefeliciteerd, Dusan. Ik ben een grote fan van je. Ik zit altijd op de tribune. Ik zwaai met de grote vlag. Gefeliciteerd. Blijf in je kracht. Houd de kop te vuur. Het gaat goed met die. Dusan, ja volinte. Adi mi jereju voor jari. Fijne verjaardag voor jou. Srećan Tirođendan. 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 Slivovic. Doe maar voor. Doele Živeli. Živeli, majstore. Dusan Živeli. Živeli, brate. Jaké voli, Živeli. Happy birthday, captain. Is het sterk, man? Ja? Ja?